Kai, allereerst gefeliciteerd. Een mooie overwinning op de rivaal. Dik verdiend, denk ik. Ja, ik denk als je naar de wedstrijd kijkt, startte goed, waren scherp. Dus al met al verdiende overwinning. Zeker weten. Jij raakt met een mooi stiftje de binnenkant van de paal. Hij valt net niet binnen. Kun je nog eens dat moment beschrijven? Ja, ik kwam erdoor. Beetje klut volgens mij. Maar toen kwam ik erdoor en zag ik de keeper voor zijn goal staan. Dus ik besloot hem te stiften. Maar het mocht niet zo zijn, helaas. Volgende keer beter. Deze overwinning was wel hard nodig ook, denk ik. Ja, klopt. Voor onszelf, voor het gevoel. Maar ook vooral voor de supporters. Dus blij dat we ze eindelijk weer een mooie avond hebben kunnen geven. Dan kijken we stiekem al vooruit naar dinsdag. Dan komt Eredivisionist FC Utrecht op bezoek. Hoe ga je je voorbereiden op die wedstrijd? Ja, nu herstellen, morgen uitlopen. Gewoon weer fit worden voor dinsdag. En dan zelf de energie leveren. En met een beetje geluk kunnen er misschien gekke dingen gebeuren. Maar nu eerst even een feestje vieren, denk ik. Klein feestje hoort erbij, denk ik. En dan dinsdag zijn we weer fit.